vrijdag neemt in wisselende samenstelling het M-panel de week met ons door. Wat vinden zij van het nieuws van de afgelopen week? Wat viel er op? En waarvan schieten zij tegen het plafond? Alles is zo overdreven. Ik vind het te veel rommel. Ik vind het heel onweerstaanbaar. Knap waardeloos. We horen het vanavond van journalist Thomas Rup, radicaliseringsdeskundige Emmy-Jane Gielen, Liliane Ploemen, buitenland woordvoerder van de Partij van de Arbeid en columnist Paul van der Bas. Welkom en panel, fijn dat jullie er zijn. Begin deze week haalde Nederland 2 IS-weeskinderen terug uit een vluchtelingenkamp in Syrië. Direct daarna liet de regering weten dat dit een unieke situatie was. De kinderen die er nog zitten, waaronder ook weeskinderen, die blijven daar. En de vraag rijst, moeten we de overgebleven kinderen en hun geradicaliseerde ouders terughalen naar Nederland, of is dat te gevaarlijk? Voor het eerst zijn er 2 jonge Nederlandse kinderen opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië. I'm proud to be part of the mission led by France to bring back home very young children. Tot op heden weigerde het kabinet nog kinderen van Syriëgangers terug te nemen. Dit is echt heel bijzonder. 2 weeskinderen waarvan de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse overheid is gelegd. En dat is echt iets heel anders dan jihadstrijders of jihadvrouwen. Het kabinet blijft erbij dat Nederlandse IS-vrouwen en kinderen niet worden teruggehaald. Die deur wordt daarmee niet opengezet. Die blijft potdicht. Die deur blijft dicht. In totaal verblijven er in Syrië minstens 170 minderjarigen met een Nederlandse achtergrond. Wat moet Nederland doen met de andere Nederlandse kinderen die nu nog in Syrië leven? Ja, wat moet Nederland doen, Liliane Ploemen? Deze week stelde u Kamervragen. Klopt, ja. Wat te doen? Wat te doen? Nou, ik vind dat de kleinste kinderen teruggehaald moeten worden om mee te beginnen. Want de situatie in die kampen is echt verschrikkelijk. Er zijn ook kinderen overleden. Alle infectieziekten die je kunt bedenken, die heersen daar. Er is te weinig te eten, te weinig te drinken. Ja. En uiteindelijk wordt het ook een veiligheidsrisico om al die mensen daar te laten. Want de Koerden beheren nu die opvangkampen. Die zitten overvol. En die Koerden, op een gegeven moment zijn ze natuurlijk, denken ze, ja, hoor eens even, het zijn niet onze inwoners. Ja. Ze horen in een ander land. Kom ze maar halen. Wij zetten de poorten open. Dus ik vind dat er ook een veiligheidsrisico is. En eigenlijk het kabinet kijkt steeds weg. En dat vind ik eigenlijk wel onverantwoord. Ja. Zowel voor die kindjes, maar ook gewoon voor de veiligheid van Nederland. Tot op welke leeftijd moeten we terughalen? Want dat is natuurlijk ook best ingewikkeld. Het is best ingewikkeld. België heeft een aantal kinderen met hun moeders teruggehaald. En een van die kinderen is een meisje dat net minderjarig is geworden. Die is met haar ouders meegenomen, of met haar vader heeft haar meegenomen naar het kalifaat. Haar moeder woont in België. Zij is nu terug. Ik denk dat er gewoon per kind, per situatie goed bekeken moet worden. Ja, wat aangewezen is om te doen. Kijk, en de moeders, die moeten natuurlijk gewoon berecht worden. In internationaal tribunaal of in Nederland. Die zijn niet per definitie onschuldig. Maar die kinderen natuurlijk wel. Hè. Dit zijn kindjes van 2 en 4 jaar. Ja, ja. Dit is heel treurig. Een waaier aan informatie over de kwestie. Er zitten veel haken en ogen aan. Zo is het. Bijvoorbeeld al, Emmy-Jane Gielen, je doet onderzoek naar radicalisering. Wordt ook wel rondom deze kwestie gezegd, ja, ook al zijn het kinderen, we hebben te maken met tikkende tijdbommen. Daar kun je op wachten. Nou, zeker als je ze in die kampen laat zitten. Nu zijn ze nog heel erg jong, veel baby's en peuters. Maar hoe langer je ze daar laat zitten, hoe meer ze ook aan een extremistisch milieu van ouders en propaganda worden blootgesteld. Maar het is inderdaad waar dat zeker kinderen vanaf 9 jaar eigenlijk worden gezien als een strijder en dus een gevaar. Omdat zij gevechtservaring hebben opgedaan. Ja, dus dat kan al beginnen vanaf een leeftijd 8, 9. Zeker. Ja. Ja. Paul van der Bas, columnist. Je bent hier vrij kritisch over. De kinderen zouden niet terug moeten. Nou, ik zit er niet op te wachten. Nee, ja, als ze daar een gevaar zijn, ik denk dat ze hier dan ook een gevaar zijn. En dat lijkt me gewoon geen goed idee. Dus als ik het heb over tikkende tijdbommen, en dan hebben we het misschien nog niet eens over leeftijd, dan is dat wat jij bedoelt? Nou, het gaat wel over kinderen. Ik vind tikkende tijdbommen, dat vind ik een beetje een nare term om het over mensen te hebben. We hebben het wel over kinderen. Maar moet de Nederlandse overheid zich nou gaan inzetten om met alle risico's van dien, met alle kosten van dien, uitgerekend deze kinderen, die ook nog eens een gevaar kunnen vormen, om die dan naar Nederland te halen? Ik denk het niet. Als je kijkt naar de afgelopen jaren zijn er al, nou ja, dat is dan het COA, maar 1600 asielzoekerskinderen kwijtgeraakt. Wat gebeurt er met die ISIS-kinderen, hè? Als die hier komen? Is daar voldoende toezicht op? Lukt dat allemaal wel? Is er capaciteit voor? En
als je het per individueel geval moet beoordelen, ja, hoe ga je dat doen? Want die kinderen die zitten helemaal daar in een of ander kamp met een vreselijke chaotische situatie. Dus het lijkt me heel lastig om dan dat per geval te gaan bekijken wie wel of geen gevaar is. Dus ja, liever niet. Ja, Thomas Rup, je schreef een boek over Laura H., de IS-ganger uit Zoetermeer. Keerde in 2016 terug naar Nederland. Als je dit zo hoort, dat je denkt van ja, liever niet. Toch wel, het wordt wel gezegd, de tikkende tijdbommen. Er zit ook het gevaar van een bepaalde leeftijd, waarin al sprake zou kunnen zijn van een opleiding, tussen aanhalingstekens, in IS-traditie. Nou ja, wat ik voorop wil stellen is, ik ben journalist, ik ben geen opiniemaker of politicus. Alleen wat mij stoort in die discussie is de manier waarop die keuze wordt gepresenteerd. Of keuze A is, we laten ze daar. En keuze B is, we halen ze terug. Terwijl de keuze A, zeg maar, de huidige status quo, is niet een houdbare situatie. Ze zitten daar in Koerdische kampen, die al vanaf begin af aan hebben gezegd, wij hebben niet de middelen, het geld of eigenlijk de wil om al deze mensen vast te houden. Dus die keuze A van, we trekken ons terug en we nemen hier geen beslissing over, dat is geen keuze. Dus er moet een andere oplossing komen. En als ik dan jou hoor zeggen van ja, ik zit er niet echt op te wachten, wat is dan jouw alternatief? Want het enige dat we zeker weten is dat de situatie op dit moment in die kampen niet houdbaar is. Ja, ik ga er graag even op in. Ik denk dat die situatie in de kampen, die is, nou ja, verre van ideaal, op zijn zachtst gezegd. Er zijn heel veel mensen natuurlijk die hulp nodig hebben. Absoluut niet alleen IS-kinderen, maar ook heel veel mensen die slachtoffer zijn geweest van IS, Yazidis, Koerden, noem het allemaal maar op. Ik ben er zeker voor om met name de Koerdische groeperingen, de Koerdische overheid daar te steunen, ook financieel, om hen te helpen om dat zo goed mogelijk te regelen. Daar ben ik absoluut voor. Daar moet ook gewoon met hen over worden overlegd. En wat als je zou kunnen zeggen, nou, de Nederlandse overheid, en dan meer op macroniveau, heeft gewoon de principiële plicht, want dit zijn kinderen met een Nederlands paspoort, om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. En ja, het is allemaal wel ingewikkeld en er zullen wel mits en maren aan zitten. Maar dat is gewoon principeel het standpunt. De zorgplicht voor kinderen. Ja, die is er ook zeker voor kinderen wiens ouders overleden zijn of onvindbaar zijn. Daar is inderdaad hebben wij als overheid een zorgplicht voor. Kijk, en natuurlijk is die situatie in die kampen chaotisch. Maar wij horen van ouders van vrouwen die daar zitten, dat er blijkbaar twee keer per maand komt de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst. Diplomaten zouden in die kampen zijn. En die hebben in kaart gebracht welke Nederlandse vrouwen en kinderen daar zijn. En ik hoorde van de week van een opa van kinderen die daar zit, dat de families hier ook al begeleiding krijgen. Ze zijn naar de gevangenis in Vught gegaan om te laten zien, nou, als de vrouwen terugkomen, dan komen ze hier terecht. Er wordt natuurlijk al plannen gemaakt. Wie krijgt de voogdij over die kinderen? Dus de chaos is er, maar het is vooral ook de afgrijzelijke situatie van kinderen die dus zonder, maar door andere kinderen moeten worden opgevangen en daar zitten. Maar het is ook wel interessant dat kennelijk de lange arm van de Nederlandse regering in de vorm van inlichtingendiensten wel rondscharrelt, een beetje oneerbiedig gezegd, in die kampen om polshoogte te nemen. Zijn met welk doel, Thomas? Nou ja, ongetwijfeld om uit te vinden zoveel als ze kunnen over de achtergronden van deze mensen. En er worden natuurlijk plannen voorbereid. Er liggen strafdossiers voor eigenlijk iedereen van wie we weten dat ze zijn uitgereisd naar kalifaatgebied of naar Syrië of Irak. Dus om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ja, en daar bij de overheid is natuurlijk ook wel besef dat de status quo niet heel lang meer kan duren op deze manier. Maar het merkwaardige is, als wij daarnaar vragen, dan krijgen we het antwoord. Wat we net minister Blok hoorden zeggen. Ja. De deur is dicht. Ja. Dus daarom heb ik ook die vragen gesteld. Want we weten niet of de Nederlandse overheid een plan heeft. Nee. En dat vind ik ook gewoon niet oké. Okay. Weet je, dan maak je mensen ook bezorgd in plaats van dat je nou eerlijk zegt, dit is ons plan, zo gaan we dat proberen te doen. We zijn maanden aan het lijntje gehouden met, het is er onveilig. Ja, maar daar reizen journalisten naartoe. Nou ja, je zag diplomaten zijn er. Het is er natuurlijk geen Zwitserland. Nee. Maar je kunt er wel naartoe als de inlichtingendiensten gewoon daar zijn. Europol kwam vandaag met het nieuws dat IS zich in haar propaganda expliciet op vrouwen richt. Ze waren onmisbaar, want ze konden nieuwe jihadisten baren. Als vehikel is dat iets om je op te richten. VRT-journalist Rudy Franks bezocht een vluchtelingenkamp in Syrië, waar hij Belgische vrouwen ontmoet. Kijk maar even. Maar je hebt nog vrouwen die die nog echt heel fanatiek zijn. Die nog heel fanatiek zijn. Er nog volledig in en die wachten ook gewoon de dag af dat de Islamitische staat terugkomt. Vous êtes au courant des atrocités que l'État islamique a fait?
Je sais que l'État islamique a tué, que on s'est fait tuer et que bah c'est une guerre, hein. C'est une guerre et moi j'étais en plein milieu de cette guerre, voilà. L'État islamique a tué 10 000 Kurdes, par exemple. En tout cas, moi je les ai pas tués. Veiligheidsdiensten maken zich terecht zorgen dat vrouwen die uit de waanzin weg willen opnieuw in de greep van de religieuze extremisten zullen geraken. En zo de kiemen zaaien voor een nieuwe jihad. Ja, Thomas Rup, dit is wel de situatie, ja, waar de Nederlandse overheid mee te dealen heeft. Zeker, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, explosief. Ja. Je hebt een boek geschreven over Laura H. Ja. Die is gederadicaliseerd. Daar gaat het goed mee. Ja, tot zeker. Op de dag van vandaag, neem ik aan. Ja, het gaat eigenlijk. Maar is dat een lucky shot? Of zeg je van nou, dat kan je gewoon zo regelen en begeleiden, nou ja, dat goed komt. Wat je bij haar ziet is dat zij natuurlijk daar aangekomen is en eigenlijk al vrij snel zelf heeft besloten om daar weg te gaan. Dus die is na een maand in het kalifaat begonnen met de eerste vluchtpogingen. En er zitten in die kampen zitten vrouwen die daar al 2 jaar zitten, die al tijdens de hoogtijdagen van IS daar uitgevlucht zijn. Maar IS is pas in dit voorjaar verslagen. En er is een enorme influx gekomen van vrouwen die tot de laatste snik bij die strijdgroep hebben gezeten. En die vermengen zich nu met al die groepen. Dus je hebt allerlei gradaties van extremisme daar zitten. Maar dat, ja, die vrouwen die dat gedachtegoed nog wel aanhangen, die beginnen daar ook steeds meer de dienst uit te maken nu. Ja, dus als wij vanuit onze toch wel luxe stoel, bijvoorbeeld deze studio, Emy-Jane, even zeggen van, ach, het zijn kinderen en die moeders, laat me terugkomen, dat overzicht, dat kunnen we echt wel organiseren. Dat is misschien ook best wel naïef. Zo werkt het niet. Nou ja, ik vind het pas echt naïef als we ze daar laten zitten. Ik vind het echt schijnveiligheid als we denken dat wij in Nederland veilig zijn als we iedereen maar daar laten. Maar dat neemt niet weg dat, ja, ze zijn niet allemaal zoals Laura H. gederadicaliseerd. Dus er zijn inderdaad vrouwen, en dan hebben we het vooral ook over die vrouwen die daar wel 4, 5 jaar hebben gezeten en echt tot maart, tot het bittere eind, bij ISIS zijn verbleven. Om die vrouwen maak ik mij ook wel heel veel zorgen. Want er zitten ook vrouwen tussen die snipertraining hebben gehad, die met een kalasjnikov naar de supermarkt gingen, met een bomgordel om. Die de pakken hebben genaaid, de oranje pakken, waar de executies in hebben plaatsgevonden. Dus je hoort heel veel vrouwen ook in de media zeggen van, nou ja, wij hebben geen bijdrage aan de strijd geleverd en we hebben alleen gekookt en voor kinderen gezorgd. Dat is voor een aantal Nederlandse vrouwen zeker niet waar. Ja, even nog naar jou, Thomas. We hoorden ook minister Blok zeggen, dit was het. De deur zit ook dicht, zit potdicht. Ja. Ik heb begrepen dat morgen in NRC een stuk verschijnt over IS-kinderen die al eerder zijn teruggeplaatst, ja, bij hun grootouders in Nederland. Ja, dat is een stuk van Andreas Kouwhoven en Frederik Weda, mijn collega's bij NRC. En die hebben een onderzoek gedaan naar, ja, welke plannen er worden getroffen, mm-hmm, voorbereidingen om die kinderen op te vangen. En zij zagen ook daar de moeilijkheden waar je soms tegenaan loopt. En dit is het geval van van 2 kinderen die met hun moeder zijn teruggekomen. En die kinderen zijn geplaatst bij hun grootouders. Hoe oud zijn die kinderen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Jong, in ieder geval. En die zijn geplaatst bij hun grootouders die zelf IS-aanhangers bleken te zijn. Er hing daar een IS-vlag in de woonkamer. Mm. En ondanks signalen van de gemeente is dat alsnog gebeurd. Dus het laat wel zien dat er natuurlijk wel een moeilijkheid is van wat doe je met die kinderen? En hoe zorg je dat ze in een veilige omgeving terechtkomen? Nou ja, en dat pleit wel voor wat Paul van der Bas ook zegt. Ja, dat je denkt, ja, dit is toch doodeng? Het is inderdaad. Dus ja, moet je dat risico wel nemen? En dan denk ik, ja, nee. Maar dit is volgens mij wel een heel ongelukkig voorbeeld. Dit is één voorbeeld, zeker. Ik ken wel dit ongelukkige voorbeeld. Zeker, zeker. Maar ik denk dat het goed is, want mevrouw Ploemen vroeg net van, ja, die wil weten van het kabinet, is er een plan? Er is een plan. En er is al jaren een plan. En dat houdt onder andere in dat de Raad voor de Kinderbescherming hier in Nederland al enkele jaren een risicotaxatie aan het maken is bij al die opa's en oma's en familieleden. Kunnen wij, mocht dit kind straks naar Nederland komen, kunnen wij dit kind dan daar veilig plaatsen, de ja of de nee? Nou, hier is kennelijk een verkeerde inschatting gemaakt. Maar die inschatting wordt niet alleen door de Raad gemaakt, dat wordt in samenwerking gedaan met de gemeente, met politie en met OM. Dus ik vind dat we ook wel vertrouwen moeten hebben in onze instituties en in onze professionals in Nederland, dat wij, er is een plan, en dat we dat ook gewoon goed gaan uitvoeren. Nou ja, en ik vind dat de regering daar dus open over moet zijn. Want zoals ik net al zei, als je niet weet wat er gebeurt en ineens komen er kinderen terug en je weet niet hoe de opvang is geregeld, ja, dan maak je daar natuurlijk terecht ontzettend veel zorgen over. Dus wees er open over, calculeer de risico's in en zorg dat de vrouwen gewoon berecht worden. Want ik bedoel, dat horen we natuurlijk meer. Hoe ga je dat? Tot slot, hoor. Ja. Hoe ga je die vrouwen berechten? Want daar weten we, waar is het bewijsmateriaal? We hebben hier alsnog een rechtsstaat. Je berecht iemand op basis van bewijs. Ja.
weet ik veel wat een vrouw in Syrië heeft gedaan. En ik denk dat het OM ook niet altijd... Nou, de bewijslast is in deze zaken zo laag gebleken. Eigenlijk ook in het geval van Laura Hazi al. Puur het feit dat je bewijst dat zij uitgereisd is naar het strijdgebied... is al genoeg voor een veroordeling voor terrorisme. Nou, in haar geval was het 2 jaar, maar er wordt natuurlijk onderzocht. En zij is iemand die na een maand heeft geprobeerd te vluchten. Maar er is niet zo heel veel nodig om deze mensen veroordeeld te krijgen. Dus eigenlijk iedereen die daar zit, die zal hier gevangenisstraf te wachten staan. En als ze hier niet veroordeeld moeten worden, dan moeten ze elders berecht worden. Dat is het. En daar is het over eens. Het is niet zo... Ik bedoel, als ze schuldig zijn, dan zijn ze niet alleen maar in Nederland schuldig. Dan zijn ze ook in Irak schuldig. En ook de mensen in Irak die slachtoffer zijn geweest, of nog steeds zijn... Absoluut. Die moeten ook genoegdoening krijgen. Dus ze moeten ook zichtbaar berecht worden. Ik denk dat zij in de gelegenheid moet worden gesteld om zelf hun beulen te berechten. Ik denk dat dat echt een zaak is van de slachtoffers zelf. Die mensen zijn nu daar. Ik denk zeker dat wij de Koerden staat moeten stellen... en de Irakese overheid om die mensen daar te berechten. Ze trekken daar aan de noodhoek. Zij zeggen, haal ze hier weg. Wij redden het niet. We hebben net mede namens het Westen een oorlog uitgevochten. We hebben de geld niet, de middelen niet. Hou je burgers op. Dank je wel. En panel.